Als het niet stroomt in je business, blijf dan niet stug doorgaan. Want als ondernemer moet je heel veel stappen zetten. En als iets niet werkt, als je merkt dat je moet trekken, moet leuren en het allemaal met heel veel moeite gaat, dan is dat een teken. Dan is dat het teken dat je een andere kant op moet gaan. Je krijgt van het universum een sein van, hey, dit is niet helemaal jouw weg. Neem een iets ander pad en je komt uiteindelijk daar waar je wil komen. Dus blijf niet stug doorgaan als je merkt dat het niet stroomt. Negeer het niet. Ga onderzoeken waar het aan ligt. Dus stel jezelf vragen. Wat speelt er in mij? Wat maakt dat ik dit zo voel? Waardoor stroomt het niet? En ga kijken welke antwoorden je krijgt. Neem een iets ander pad en uiteindelijk kom je veel sneller tot je doel als je de tekenen volgt.